dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb natuurlijk de Knol Power kersttrui aan. Dames en heren, het is kerst, dus de kerstboom en cadeautjes. De kerstboom staat natuurlijk aan. Het is eerste kerstdag voor ons vandaag. En we hebben gisteravond kerstavond gehad. En toen hebben we met mijn schoonfamilie, dus met de ouders van Myron en haar broer en de vriendin en de dochtertje, hebben we heerlijk hier gezeten, allemaal cadeautjes aan elkaar gegeven, spelletje gespeeld. Het was super gezellig. We hebben zojuist heerlijk ontbeten. Het is op dit moment 11 uur. We zijn gewoon lekker chill. We hebben niks op de planning vandaag. Dus we gaan gewoon genieten van een heerlijke eerste kerstdag. Dit is een cadeau die Myron gisteren aan de moeder cadeau heeft gegeven. Een Dyson Föhn. Dus er wordt nu even laten zien wat voor opties deze allemaal heeft. Dus je hebt allemaal van die opzetstukjes en zo. Waar is dit voor dan? Schat, waar is dit voor? Lijkt wel een stofzuiger voor de grond. Borstelen van je haar. Oh. Ja, het is wel een mooi ding. Ik denk dat je er wel veel plezier van gaat hebben. Deze zelf altijd, deze opzetstuk. En dan kan je het gewoon meteen een beetje in model. Check deze kerstman. Dit is echt geniaal. 1, 2. Helemaal klein, hoor. Helemaal groot. Gisteren was ook zo grappig met Feline, de hele tijd dit ding. Hoe verzin je het, hè, zoiets? Ik vind het geniaal. Greintje, ik herken je bijna niet terug. Nee, hè? Ben je knap geworden? Ja. Ja, nee, maar je ziet wel het verschil. Ja, zeker. Ja, serieus. Kijk dan, die zit helemaal zo'n krul erin. Helemaal een mooie krul in, ja. Kijk eens even. En nu gaan we even mijn mama's telefoon opnemen hoe je dat doet. Dan kan ze later even terugkijken. Ja. Ik vind ook dat jij een mooi pakje aan hebt, schat. Ja, dankjewel. Pyjamaatje. Lekker in de pyjamaatje. Ja. Je zit aan deze kant. Midden? Ja, in het midden, daar ja, waar je nu overheen aait. Ja, daar voel ik het. Precies daar. Ik heb dus gisteravond, ben ik dus blijkbaar ergens in gaan staan met mijn dikke teen. En er zit iets in. En ik ben vannacht gewoon een paar keer wakker geworden omdat ik pijn had aan mijn teen. Alleen, we kunnen helemaal niet zien dat er wat in zit. Echt super gek. Zo raar. Ja, sorry. Ik heb gewoon echt pijn aan mijn teen. Maar we zien niks. Mijn wit gewoon liggen. Dit is toch apart? Zo'n glitter van het papier. Ik kan ook nog. Ja, ik voel echt overheen dat het gewoon pijn doet af en toe. Ik snap er niks van. Het is in ieder geval niet iets wat je met blote oog kan zien. Dus het zit tussen mijn oren? Nee, tussen de tenen. Nou, ik weet het ook niet. Doei! Oké, okay, goeie reis. Doei. Fijne dag. Hetzelfde. Doei. Doeg. Zo. Zo. Zijn we met z'n tweetjes in één keer? Ja. Ik moet heel nog plassen. Is goed. Dames en heren, dit betekent dat we nu de cadeautjes gaan doen die we voor elkaar hebben gekocht. Ja! Ja! We kunnen ook. Ben je zo hyped om de cadeautjes aan mij te geven die ik voor jou heb? Of ben je zo hyped om de cadeautjes aan mij te geven? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik ben zo stinkbenieuwd wat jij gekocht voor mij hebt. Want er zijn veel cadeautjes voor mij die je hebt gekocht, zie ik. Ja. Zal ik ze allemaal even verzamelen? Die dat, ja, dat geeft me wel een beetje een slecht gevoel. Nee, stop het. Want ik heb 3 cadeautjes, maar Marion die heeft echt 8, 9 dingen of zo. Dat is echt niet normaal. Nou, ze gaat ze nu even allemaal tevoorschijn halen. Kijk, dat is 2, nummertje 3, nummertje 4. Een mooi strikje eromheen zelfs. Nummer 5. Kijk, dat bedoel ik. Nummertje 6, nummertje 7, nummertje 8. Dat is toch niet normaal. Nummertje 9. Als het er serieus 9 zijn, heb ik echt een... De beste gok ooit gedaan. Zei je dat? Ja, ik zei 9. Iets van 9. Je had ze gewoon al geteld, hè? Nee, ik heb ze echt niet geteld. Het was echt een gok. Dat is het, of niet? Ik denk dat dat het is. Nou, bizar. Ja, ik heb er nog eentje, maar die heb ik nog niet ingepakt. Oh, dat is leuk, want ik heb ook nog eentje voor jou. Die heb ik ook nog niet ingepakt. Nee, dit is het. Zo. Nou, wat een verwennerij, schat. Dit mag allemaal op eerste kerstdag openmaken vandaag. Ja. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik superleuk. Ja! We hebben zoveel cadeautjes gekocht dat ik gisteren elke keer voordat we iets gingen geven aan iemand ging vragen aan jou, wat was dit ook alweer? Ja, daarom weet ik ook heel veel niet meer. Maar deze moet je als laatste doen, vind ik. Oké, okay, zal ik even mijn cadeautje ook voor jou er neerleggen? Ja, is goed. Wat is stom. Nou, ik heb helemaal niet zoveel. Nou ja, zeg. Nee, dat maakt echt niet uit. Nou, dit is 1, dan weet je ook al wat het is. Ja, schat. Ik had een zwangerschapsbal, maar die had Maya ook al zelf gekocht. Dit is nummer 2. Weet je ook al wat het is? Weet ik wat dat is? Ja.
maandenlang gevraagd of jij dat naar mij wilde sturen. Ik weet het wel. En eindelijk, net voor kerst, stuurt ze hem door. Hè, kan ik hem eindelijk bestellen. Ik was bang. Hey, doe niet alsof ik dan nu in één keer de boeman ben. Nee, nee, zeker niet. Je bent de beste ooit. Zie je, dit is het al, schat. En die andere moet nog inpakken. Dus ik heb 1 kilootje wat je niet weet en 2 wel. Oké. Okay. Ah, slecht voor mij. Dat komt door jezelf, hoor. Nou, wat zeg jij? Ja, dat was maar dan begin jij gewoon even lekker met het uitpakken eerst. Maar dan ga ik wel dat cadeautje wat ik nog moet inpakken voor jou. Dat is wel het grootste cadeau. Oké, okay, dat is lief. Oké, okay, zal ik beginnen? Mm-hmm. Deze? Wat jij wil. Ik vind deze er heel schattig uitzien met een strikje. Woe, voor gamen? Jij bent echt briljant, weet je wel? Jij bent echt geniaal, jongen. Jij bent echt een ander niveau. Wat? Bizar. Dit zijn gewoon van die warmers die je handen doet. Ja. Want als je, soms ga ik naar de studio, dan heb ik hele koude handen. En dan moet je dat opwarmen, anders kan je niet goed gamen. Dat doen die pro's ook. Ja. Die hebben van die handwarmers. Klopt. En dit zijn gewoon van die handwarmers. Doe je je handen, worden ze warm en dan kan je lekker flexibel, soepel gamen. Wow, dit heb ik ooit een keer tegen jou gezegd. Oh, dat weet ik niet meer. Dat pro-gamers dat doen. En ik denk, oh, dat denk ik ook wel, ja, dat je dat gezegd hebt. Ja. Wauw, dit had ik nooit zien aankomen. Dit is geniaal. Wat? Oplaadbare handwarmers. Wauw. Ja, die bij jou zijn ze ook dan altijd opgeladen, dat weet ik. Die liggen dan gewoon alweer klaar. Ik laat altijd alles goed op. Zo lief, schat. Alsjeblieft. Gaan we elk cadeautje een kusje geven? Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Jeetje. Van, ik weet gewoon al heel veel dingen niet eens meer wat erin zit. Maar ja, volgens mij weet ik het. Wat kan hier nou in zitten? Hè? Wat is dit? Wat is dit? Dit heb je ook voor jezelf gekocht. Klopt helemaal. Oh, dit is geniaal. Wist je dat ik op het punt stond om dit te bestellen om voor jou te doen? Echt? Ja, zodat ik het voor mezelf zou kopen, maar wel wat jij dat graag wil. Ja. Dit is, dames en heren, een om te scheren. Dus dan doe je deze, doe je om, zo. En dan plak je dit aan de spiegel. Ja, of aan de muur, dacht ik. Die plakt bij ons ook, dus een tegel. Ja, dus aan de muur of aan de spiegel. En dan zit dat hier vast, zeg maar. En als je je dan scheert, dan vallen al je haren vallen hierin. En dan doe je hem daarna af. En dan kan je het zo in één keer hop wegdoen. Precies. Want nu heb ik heel vaak dat als ik ga scheren, dat het overal heen schiet, die haren van mij. Overal naast de wasbak en niet allemaal erin. Ja. Dus dit is voor ons beiden heel fijn. Ja. Oh, echt geniaal, schat. Ik had hem bijna zelf besteld, hè. Oei, oei. Serieus, laatst nog. Zo lief. Oh ja, deze. Wat is dit, schat? Dat is ook voor tijdens het gamen. Als je chips wil eten. Dat weet je niet. Als je chips wil eten. Ja. En ze heeft de grootste hekel aan een plakkerig toetsenbord. Ik heb al chips gegeten met een lepel. Omdat ik het... Ja. Ik heb echt een hekel aan mensen die met vette klauwen aan mijn setup gaan zitten. Ja. Aan mijn toetsenbord en mijn muis. En nu kan je gewoon met dit kan je chippies pakken. Ja, zo doe je dat. Om je knokkel of zo, denk ik. Zodat je vingers niet vies worden, inderdaad. Dat is de bedoeling. Ja, zo of zo, denk ik. Ja. Ja, dan kan je zo gamen. Ja, dan... het is wel echt voor gamen namelijk. Geniaal, hoor. Ja, dat is echt geniaal. Ja, of hier zo. Ja, dat was gewoon een grappig cadeautje. Ik ben misschien ga je het niet eens gebruiken. Zo'n M&M'tje. Even gewoon een keer proberen te gebruiken. Geniaal. Ik ga dat filmen als ik het ga gebruiken. Ja. Wil je eentje voor mij doen? Of zo? Doe deze nu maar. Ja. Wat kan dit zijn? Schat, wat heb je al gekocht? Wat denk je dat het is? Ik moet gewoon huilen. Schatje. Ik vind het zo schattig wat je allemaal aan het kopen bent en aan het doen. Wat denk je dat het is? Dat weet ik helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat ik in mijn handen heb. Het is een verwarmde muismat. Dat mee. Lekker warm gamen. Echt waar? Ja.
Ja, die kan je gewoon aan de adapter doen of zo, of opladen misschien. En dan wordt het lekker warm. Ik vind het gewoon zo schattig en lief hoe je denkt aan al die briljante dingetjes. Ja, maar dat is het nu ook gewoon een beetje. Ik moet gewoon dat soort cadeautjes geven, want daar gaat het uiteindelijk om, toch? Dat je gewoon elkaar kent en dat je weet van, dit vind je leuk. Het gaat niet uit hoe groot of hoe gek of hoe duur het cadeau is, maar dat je weet van, als je iets geeft, van, geniaal, dat heeft diegene onthouden. Ja, precies. Die kent me echt goed en die weet gewoon wat ik leuk vind. Ja. Wow, dit is wel gek. Maar dit is dus wel iets wat ik vandaag kan gebruiken. Ja, wel waar. Als jij eerste kerstdag achter de computer wil besteden, wel. We gaan gewoon lekker met z'n tweeën. Nee, grapjes gehad. Dus nee, dit is voor na de kerst weer. Wat hebben we hier? Oh, nice. Dit was gewoon wel even een soort serieus cadeautje. Die anderen zijn ook serieus, maar... Heel nice dit. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, dit vind ik sowieso een mooie kleur. Sowieso qua kleding weet je precies wat ik mooi vind. Ja, maar jij kan toch altijd een keer iets kopen waarvan jij denkt, oeh, die vind ik niet mooi. Nee, dit vind ik super mooi. Dit is echt heel nice. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ja, dit vind ik super mooi. Een mooie trui. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Ik hou vandaag mijn kersttrui wel aan, maar... Ja, dat snap ik wel. Deze is wel lekker voor na de kerst. Precies. Ja, en dan de spijkerbroek, dat is gewoon ook mooi netjes. Ja. Super lief, schatje. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Nou, nog vier te gaan. Ja, doe ik ze allemaal achter elkaar? Ja, is goed. En dan daarna jij? Is goed. En je moet nog eentje inpakken voor mij die je nog niet hebt ingepakt? Ja. Meen je? Mm-hmm. Jeetje, goed 10 cadeautjes voor mij. Ja. Ik 3 voor jou. Maakt niks uit. Dit is over je voeten. Studio neerleggen. Nou, je wil mij daar dood laten gaan. Daar. Altijd laten zitten. Dat is toch lekker? Ik wil helemaal niet meer met Jill hier binnen. Je wil dat ik daar gewoon het hele jaar blijf. Nee, maar wij hebben zo'n kruik voor in bed. En dan vul jij die en dan leg je die op je voeten. Ja, klopt. De meeste mensen knuffelen daarmee of leggen op hun buik of zo. Ja. Je legt die op zijn voeten. Ja, vind ik lekker. Nou, toen zag ik deze, dacht ik, dat is ideaal. Geniaal. En dan kan je gewoon je voeten insteken en dan heb je lekker warme voetjes. Ja, wauw. Ik heb echt geniaalste dingen gekregen. Echt heel leuk. Deze oprecht, ik weet het niet. Ik maak me open. Dan doe ik eerst de kleine. Als ik het zie, dan denk ik wel van, oh ja. Oh ja! Oh ja! Ja! Oh ja! Dit is wel echt handig ook voor de koffie. Daarom, jij laat zo vaak je koffie koud worden. Ja, want dan worden. Krijg ik een koffietje van Myron en dan neem ik die mee naar de studio. En dan zit ik op de computer, ga ik aan het werk of gamen en dan vergeet ik eigenlijk dat ik de koffie heb. En dan heb ik nog maar 1-2 slokjes gehad en dan is hij koud. Ja. Als ik hem hier nou op de mug warmer zet. Ja, dan blijft hij lekker warm. Maar een candle warmer? Dat ken ik helemaal niet. Ja, je kan hem denk ik dan ook gewoon een kaars erop zetten dat die geur vrijkomt zonder dat je hem aansteekt. Dat is gek. Ja, dat heb ik wel eens gezien hoor. Ja, ik heb wel een geurkaars in de studio. Ja, inderdaad. Zo, maar dit is wel echt geniaal weer. Goed gevonden, schat. Dat gaat heel wat stroom kosten, dit allemaal. Ja, dat is wel waar, ja. Verwarmde muispad. de kruik kan water in. Dan de mug, de handwarmers, allemaal elektrisch. Ja, ook allemaal voor de winter. Ja, echt geniaal. Nu deze? Ja. Oké, daar gaan we. Zo, dames en heren, als jullie op dit moment nog geen duimpje omhoog hebben gedaan, omdat Myron echt de meest geniale cadeautjes heeft, geef aan mij, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dit is toch briljant. Ik heb al vaker tegen jullie gezegd, ik kan me geen betere vriendin wensen. Ik heb de beste gevonden. Ze heeft ook nog eens leuke cadeautjes. Het is echt cool package, dames en heren. Echt niet normaal. Ik gun iedereen een Myron. Oh. Hier ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, en ik dacht met het oog op de toekomst en jij zo moeilijk kan opstaan. Ik snap hem. Ja, dit vind ik wel echt super slim. Dit is dus een wake-up... Een wake-up lamp is het eigenlijk. Een lamp / wekker. Maar ja. Op een hele relaxte manier word je wakker, staat er. Klopt. Dus ik ben heel benieuwd. Want ik heb vroeger, toen ik bij mama
altijd gewoon woonde. Ja, logisch. Logisch. Toen had ik een wekker naast mij en dat was gewoon eentje waar je dus de tijd op zag. Ja, precies. Maar ik denk dat zoveel van de jeugd van tegenwoordig, en wij ook, 100%, gewoon een wekker zetten met de telefoon. Ja. Volgens mij hebben niet veel mensen meer een wekker naast hun bed staan, een nachtlampje of zo'n nachtwekker, die gewoon afgaat. Klopt. En ik denk dat dit dan zo'n lamp is die dan ook via Bluetooth gaat, waar je dus de wekker kan zetten en ook de tijd kan zien. Mm-hmm. En dan uiteindelijk als de wekker gaat, dan komt er gewoon een rustig, vredig nummertje en dan gaat die lamp langzaam aan. Ja, ik weet niet of het een nummertje is, maar ik weet wel. Ja, dat staat hier. Ja? Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval door licht word je dan wakker. Dus eigenlijk een soort van zonsopkomst na bootsing. Ja, en je kan geluiden afspelen waarmee je lekker in slaap kan vallen. Ja, ja, klopt. Dus relaxte nummertjes of relaxte tonen waarmee je in slaap kan vallen. Want ik heb soms een beetje moeite om in slaap te komen. En om uit slaap te komen. Ja, maar dan komt het ook moeilijk in slaap. Oh, oké. En 6 natuurlijke wakkergeluiden. Oh ja. Dus er staat een vogelgeluidje bij. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik dacht gewoon heel erg van, we hadden heel erg afgesproken, de laatste paar maanden van mijn zwangerschap gaan we echt proberen om ons ritme een beetje steady te hebben. Ja. En dat is nog tot nu toe nog niet gelukt. Ook omdat ons leven zo chaotisch is. En straks als de kleine er is, dan wordt het ook chaotisch en dan kan je ook geen ritme hebben. Ja. Maar dan is het wel fijn dat je gewoon makkelijker vroeg kunt opstaan, dacht ik. Ik vind deze echt heel leuk gevonden weer. Ja, dankjewel. Die gaan we uittesten. Dit is echt een goede investering van in de toekomst. Precies. Super lief. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan de dus laatste. Deze moest als laatste. Ja, één na laatste. Want ik heb natuurlijk nog één cadeautje. Maar die ga ik dan nog inpakken. Nou, dan gaan we. Oh my god. Voor de kleine. Wauw. Weer zo leuk gevonden. Echt niet normaal. Kijk dan hoe schattig dit is. Dit is echt geniaal. Wow. Dat is echt briljant. Kom hier ook weer bij. Dit is zo geniaal. Ja, jij hebt deze ook, hè? Ja, dit is zo mooi. Wat ziek, hè? Die sokjes. Kijk dat broekje. Zo klein, dat shirtje. Oh, je gaat opa en oma ook blij mee zijn. En die vinden dat ook leuk. Dat voetbaloutfitje. Ja. Voetbal, alles met voetbal is helemaal top. Ja. Ja, dit is echt, echt heel tof. Wauw. Zo goed gevonden weer, schat, dit. Echt, dankjewel. Alsjeblieft. Fijne kerst, hè? Jij ook, hele fijne kerst. Mag je met de kleine beginnen? Maar deze weet ik dus al wat het is, dus dit is wel lullig. Want ik kan niet heel enthousiast. Jij kan heel enthousiast reageren, maar het is niet zo van, wow, zoals jij, dat je dat niet weet. Maar hier ben ik wel heel hyped voor. Deze wilde je wel heel graag. Ja, ik zei tegen ze, ze hebben ook kaarten, die wil ik hebben. Toen had ik die meteen besteld. Ik heb het meteen besteld, dat is echt zo lief. Maar ja, Myron die had het over dit. En ik had dus niet het opgeschreven en 2 weken later besteld. Nee, ik had het meteen die dag besteld. En de volgende dag kwam het binnen. Myron zag dat zoiets binnenkwam. En die dacht, hey, ik heb gisteren gezegd over die kaars. En nu komt er zo'n vierkant pakketje. Dat moet wel die kaars zijn. Dus ja, daar had ik niet. Daar had ik niet goed over nagedacht. Ik had hem langer geheim moeten houden. Maar ik had hem meteen ingepakt. Hij is wel echt lekker. Het is in ieder geval iets wel wat je wilde hebben. Ja. Gewoon een lekkere geurkaars. Van dus het merk waar mijn parfum ook van is. Ja, van Replica. Ja. Heel fris. Ja. Heel fris. Heel fris. Nou, dan hebben we hier 2e cadeau. Die is wat groter. Weet je dit nog? Ja, nu weet ik het weer. Ja, Blender. Onze Blender is kapot. Nou, niet kapot, maar die doet het gewoon niet meer zo goed. Hij blendt niet meer zo goed. Nee, precies. Toen had Enzo gezegd, stuur dan even een linkje van een nieuwe Blender. Ja. Maar dat deed ik elke keer niet, want ik dacht, die andere is nog wel goed. Maar nu was ik echt klaar mee, toen had ik een linkje gestuurd. Ik denk na 5 keer Myron appen van stuur me nou dat linkje van die Blender. Want ik durfde niet eentje uit te zoeken, want ja, Myron gebruikt hem eigenlijk alleen maar. Dus toen dacht ik, ja, dat moet wel eentje zijn die Myron echt graag wil. Want anders dan koop ik een blender en dan zegt ze, ja, maar deze heeft deze functie niet of die niet. Dus toen had ze zelf eentje gekozen. Dus ja, dan is het logisch dat dat een kerstcadeautje wordt. Ja, dat is super lief. Dankjewel, schat. Nou, alsjeblieft. Heel blij mee. Ik ga straks meteen eens blenden. Als ik hem ook krijg. Hoi. Ja, ik heb hiervoor ook recensies gelezen en deze schijnt wel goed te zijn. En vooral met smoothies, want daarvoor gebruik ik eigenlijk altijd de blender.
En dan kan je ook diepgevroren fruit heel makkelijk blenden, want die blendstand schijnt heel goed te zijn. Daarop heb ik het gebaseerd. Maar dat is wel echt lief, weet je wel, schat. En het ziet ook nog mooi uit. Ja, kan in de vaatwasser als het goed is. Perfect. Dat is ook fijn. Ik ga wel even naar de studio nu om dat laatste cadeautje van jou even in te pakken, want die wil ik ook heel graag geven nu. Is goed. Dan ga ik die andere nog even inpakken. Ja, ik dacht dat we ook cadeautjes eerste en tweede kerstdag zouden doen. We hadden nog niet echt afgesproken wanneer we het zouden geven, eerste of tweede. Maar je ouders waren net weg en toen zei Mario, nu kunnen we cadeautjes aan elkaar geven. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Ja. Waarom wachten voor de avond of wat dan ook? Waarom niet gewoon nu het begin van de dag? Leuk. Ja. We hebben toch nog helemaal geen plannen. Kunnen we gewoon nu dit doen? Nou, kijk eens even. Zo, die ziet er wel luxe uit hoor. Wat een machine joh. Ding er even bovenop. Zit die erop leuk? Nou, niet helemaal goed, nee. Hier heb je zo'n klikknopje. Hier, dit. Ik weet niet wat het is. We moeten even kijken naar de onderkant. Kijk, zo moet die. Zo. Zie je? Nice. Nou, dat ik dat dan gewoon zie, hè? Ja, echt hè. En deze moet dan wel zo? Ja, die moet dan gewoon zo. Oké. Okay. Dan heb je hier zo'n staaf, dat was niet helemaal goed mis. Dat kan zo. Dat is echt. Alle wortels en broccoli ga je prakken. Ja. Ja, straks moeten we wel vaak dingen prakken, inderdaad. Ja, dat is toch perfect. Dat die echt ideaal is. Heel blij mee. Thank you, babe. Alsjeblieft, schatje. Oké, ik ga meteen een andere cadeautje inpakken. Yeah. Zo, dames en heren. Ik heb het laatste cadeautje ingepakt hier. En hier heb ik wel heel veel zin om het aan Marion te geven. Omdat ze het gewoon niet door zal hebben. Althans, dat hoop ik. Soms is Marion echt slimmer dan ik denk. En dan heeft ze het toch door. Dus laten we het hopen. Dan komt dit in ieder geval echt nog als een grote verrassing. Alsjeblieft. Dankjewel. Even serieus. Denk je dat je weet wat het is? Nee. Gewoon totaal niet, hè? Yes, baby. Oké, dan. Het is echt moeilijk soms om van Marion wat geheim te houden. Dat is alleen maar beter, toch? Ja, dat is alleen maar beter. Nu weet ik denk ik wel wat. Maar dat is ook de bedoeling als je het uitpakt. Oeh, is dat die ene die wij gezien hebben in de... Oh. Nog steeds in de ding. In de winkel. Ik ben helemaal in de war. Nog meer papier. En nog meer papier. Oh my god. Oh my god. We hebben het hier al over gehad. Schatje. Oh, we hebben zo lief. Dit moet fout zijn gegaan. Dit is niet mijn schuld. Dit kan niet mijn schuld zijn, dit kan niet, schat. Ik weet 100% zeker. Ik heb 10 keer gekeken of dit de goede was. 10 keer. Ik heb meerdere sites afgegaan. Ik heb echt... Oh mijn god. Ik dacht al, hoe kan het zo klein zijn? Weet je wat het mooie is? We hadden deze, precies deze stap. Ik vind het super lief, schat. Ik vind deze ook mooi. Maar we hadden het erover gehad van ja, wat de fuck doe je in zo'n klein tasje toen we in de winkel waren? Sterker nog, ik zei als eerste tegen Marion, ik zeg schat, ik zeg die grote tas is mooi, maar wat doe je met die kleine? En toen zei Marion van ja, dat moet je dan mooi vinden, maar praktisch is het niet echt. Nee, ik zei autosleutels of zo, die doe je daar dan dus in. Dus toen dacht ik al van I got the present, ik heb het cadeau voor Marion, de grote tas. Wat komt er binnen? Een kleine tas. Ja. Ja, ik snap hier helemaal niks van. Die foto op die website hebben ze dan groter gemaakt dan... Dan dat die echt is. Juist. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ga deze even omruilen. Ja, gaan we hem terugsturen? Ja, tuurlijk. Je wil de grote hebben en die ja, ga ik jou geven. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken. Nee, daarom. Dat is zonde. Maar dit is wel de goede kleur, hè, die je wilde. Ja, ik vond deze heel mooi en de grijze vond ik heel mooi. Ja. Ja, ja. Heel lief. En echt toen hadden we het er nog over. Toen zei ik nog tegen jou van ja, maar die zwarte is wel makkelijker te combineren. Toen zei je, ja, dat is wel zo. Die grijze gebruiken we misschien iets minder. En die zwarte kan je met alles matchen. En toen dacht ik, oké, okay, weg hier. Ik ga het fixen. Ja, dat is wel echt lief. Heel lief, schatje. Ik ga hem weer inpakken. Kunnen we hem terugsturen. En dan komt hij later. Maakt niks uit, schat. Je hoeft je niet kut te voelen. Oh my god. Zo fijn. We hadden bijna hetzelfde realisatiemoment. Ja, ik zat echt toen Marion steeds meer de verpakking eraf haalde, dacht ik,
Hij wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Hoe klein moet hij nog worden? Wat? Echt, hè? Oh. Alsnog heel lief cadeau. Mooi zo, schatje. Ja, echt heel blij mee. Echt heel blij mee. Ja, ik heb dan nog mijn 10e cadeautje, alleen die moet ik eigenlijk uitprinten. Oh. Maar ik kan het ook zeggen. Ja, wat je wil. Zal ik het gewoon zeggen? Ja, wat ik heb voor cadeautje? De printer zit in de studio. Ja, dat is waar. En dan moet ik het in een envelop doen en dan zie je het dan. Oké, okay, nou vertel maar. Ik kan het ook zeggen. Ik heb een cadeaubon voor jou. Oh. Van de massagestudio bij Rutger. Jij bent zo geniaal. Personen, dus je kan Rutger nu weer meenemen. Oh. Hij had jou de vorige keer meegenomen. What? Is dat echt zo? Ja. Wow, dat is geniaal. Dat ja, is echt geniaal. Je kan gaan wanneer je wil. Er is een... ze weten dat je komt. Ik heb al voor je betaald. Je hoeft alleen maar heen te gaan en dan lekkere massage te nemen. Wow, dat is echt geniaal. Ja, toch? Ja, dat is echt geniaal. Dankjewel, schatje. Zo lief. Maar ze hadden ook niet echt... Je kreeg zeg maar... Ik had het gekocht. Ik kreeg op de mail een soort van bevestiging dat je je cadeaubon gekocht had. Ja. Maar je kreeg niet echt iets wat je kon uitprinten of zo. Dus ik dacht, dan moet ik het ergens opschrijven. Of dan had ik eigenlijk wel even op een kaartje moeten doen. Nee, dat maakt niet uit. Dat is super lief, schatje. Dankjewel. Ja, ik was, had Rutger mij meegenomen naar een masseuse praktijk of massagepraktijk in Alphen. Ja. En ik ben wel eens bij een massagepraktijk hier in Zeist geweest, bij een Chinese massage. Maar toen ik bij Rutger kwam daar in Alphen, bij de Thai, dat was zo ziek luxe en goed. En het scheelde helemaal niet zoveel in prijs. Ik zei tegen Marvin, wauw, dit was echt next level massage. En dan nu krijg ik het voor kerst. Dat was echt super lief. Ja, ik dacht, want je was toen de week daarna was je weer naar de Chinees geweest. Je zei van, ik ga nooit meer naar de Chinees, ik wil weer naar die Thai. Ja, dat was echt next level. En voor bijna hetzelfde geld. Het scheelde een paar euro. Ja, wow, echt nice. Wow, dan ga ik dat ook even bericht sturen van bro, hey, kerstcadeau man. Let's go. Ja. Zo lief. Wow, dankjewel schatje. Wow, so nice. En dan nu, dames en heren, is het tijd om hier in de studio lekker even een filmpje te kijken met z'n tweeën. De nieuwe tv is geïnstalleerd. De boxen doen het. We hebben nieuwe tafels hier. Wauw, dit is echt... Dit is perfect. Wat een heerlijke, lekkere dag is dit. Wij gingen met z'n tweeën hier liggen in de hoek. En de kerstfilm die we op hadden gezet, die was nog geen 5 minuten bezig. Klopt. En we waren in slaap gevallen. Echt zo ongelooflijk lekker. We gaan nu even heerlijk wat eten. Dus we hebben allemaal lekkers. Broodje knakworst. Oh, die hebben wel heel veel worstjes erop gedaan. En lekker soepje erbij. En lekkere heksenkaas. Oh, dit is zo lekker. Heerlijk. Ik denk dat we een andere film opzetten, omdat we hier te veel van gemist hebben. Ja. Maar damn, wat een dag, dames en heren. Heerlijk. Zo, schatje. Nee, ik ga niet goed. Kom even met mij een spelletje doen. Nee, ik heb er geen zin in. Doe eens even stoten. Nee. Jawel, kom. Nee. Jij gaat mee. Nee, ik wil dat niet. Jawel, kom. Nee. Ik ga niet in mijn eentje lopen spelen. Jammer. Nee, kom mee. Je gaat even met mij spellen spelen. Als ik nu zou zeggen, ik ga naar de sportschool, je moet mee, dan doe je het toch ook niet? Tuurlijk wel, maar helemaal wie doet dat niet. Nou op eerste kerstdag? Kom. Ik wil dat niet. Ja, tuurlijk wil je dat wel. Ook, nee, dat is ook mij niet. En jij gaat 1 stoot geven en dan vind je dat helemaal geweldig. Nee. Kom. Geef me je hand nou even, schat. Ik laat me niet overhalen. Doe even met mij spelletjes spelen. Kijk nou hoe mooi dat... Ik heb alles klaargelegd daar. Ik heb alles klaargelegd. Ja, maar je vroeg of ik wou poelen en toen zei ik nee. Ja, maar toch leg ik het even klaar voor je. Kom, ja, schat. Ik heb jou nog nooit zien poelen. Echt wel. Ik heb die poeltafel toch niet voor mezelf gekocht? Jawel. Ja, tuurlijk wel. Maar het maakt niet uit. Kom nou een spelletje spelen. Schatje. Kom van die bank af. Ik weet dat je zwanger bent. Kom. Nee, ik heb geen zin om te poelen. Hey, ik prik jou in je oksel, hè. Pak jou met die stok vanaf, hè? Prik jou met die stok, hè? Kom op. Schatje, maar... Ja, hou maar vast, kom maar. Hou maar vast. Als ik dan... Kom, ik trek jou van de bank. Doe even. Ik heb daar toch geen zin in, hè? Waarom moet ik dat dan doen? Nee, je moet niks. Kom. Maar je staat hier wel. Je moet wel mee. Kom. Ik wil niet. Kom maar, schat. Heel eventjes. Je mag deken meenemen als je wil. Nee, waarom? Jawel, even. Omdat het kerst is en ik wil ook wat. Ik doe alleen afstoten, daarna doe ik niks meer. Ja, goed, kom maar. Is
Pas op met het plafond, met dat ding. Kijk eens, sportieve meid. Nou, dan lopen ze om met de stok. Ik ben echt benieuwd hoe jij dit gaat doen. Heb je dit ooit gedaan? Kijk eens. We hebben het al samen gedaan zelfs. Nou, hoppakee. Nee, nu ben ik. Als je begint, dan moet je verder afmaken. Ah, schatje, is dat het? Je stoot geen eens hard. Kijk hoe het erbij ligt. Tuurlijk wel, we moeten hard stoten. Schatje! Schiet er even eentje in dan. Schatje, doe nou even een potje poelen bij mij. Ik wil niet poelen. Ik wil niet poelen. Waarom moet ik dat zeggen? Wat? Ik wil niet poelen. Wat wil je dan doen bij mij? Een kerstfilm kijken. Dit hebben we al gedaan. Nee, 5 minuten en zijn we in slaap gevallen. Ik kan je niet afvinken dan nu. We gaan een nieuwe kerstfilm kijken. Nou, potje poelen. Grapje. Pas nou op, joh, gek. Jij loopt erachter. Doe even. Nee, schrijf. Oké, geef me die stok, maar maak ik het wel. Zal ik even een mooie bal voor je schieten? 1, 2, en dan gewoon op gevoel. Het liefst wil je zo keihard rammen. Je kan het beste... Keurig. Spel is afgelopen. Witte bal zit erin. Dat was niet de bedoeling. Ik heb nog iets anders vets. Stel voor, je wil nou die gele bal erin schieten. En je hebt die witte bal hier. Dan wil je natuurlijk niet dat die witte bal meegaat met de gele bal. Nee. Dat wil je niet. Dus wat je dan doet, dan raak je hem een beetje hieronder, zodat hij met effect terugkomt. Zie je? Wauw, ik zie het. En de kijkers hebben het ook gezien. Denk dat ik die roze ring heb gedaan? Oh, godverdomme. Ja, zeker. Waar dan? In? Hier. Dat denk jij. Fout. Ja. Nou, had je niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet verwacht. Denk dat ik hier ergens... Maar ja, waarom denk je dat ik niet met jou wil poelen? Waarom ben je niet meer met poelen? Omdat ik dit niet kan. En jij kan het supergoed. Dus het is helemaal niet leuk om met jou te poelen. Dat is jou niet zo geleerd dat je zegt dat je iets niet kan. Misschien kan ik het wel, maar niet zo goed als jij. Oké, we gaan wel film kijken. Je mag ook wel de nieuwe Spider-Man game spelen. Dat vind je leuk om te kijken, hè? Dat vind ik wel leuk om te kijken. Ja, nou, dat kan ook wel eventjes. Of, hoe heet die andere? Avatar. Is die Avatar al uit? Ja, die is uit. Dan pak ik even de controle. Kijk, hop, PlayStation. Nou, gaan we voor de eerste keer even PlayStation doen. Ja, je vindt het leuk, hè, om bepaalde games te kijken. Dat is echt zo. Dus het is niet een dingetje wat ik dan heel graag wil. Want ik had er helemaal niet aan gedacht, de PlayStation. Maar nee, ik heb die... niet zo doen nu. Oh, wie begint te me pesten? Ik heb die eerste Spider-Man heb ik gespeeld. En die heeft Marion ook helemaal gekeken hoe ik hem heb uitgespeeld. Klopt. Maar ik kwam omdat je me in je naakje speelde. Oké. 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 Jij vindt het wel leuk, hè, poelen? Schatje, nu heb ik me in mijn broek gepraat. Is het echt zo? Ja. Omdat ik jou kietelde. Omdat ik in één keer zo snel iets moest doen. Dan moet ik weer naar boven. Oh, sorry schatje. Ik haat het echt, ik heb het nog nooit gehad. Nee, maar ja, dat is een zwangerschapsdingetje. Ja, maar ik hoor ook wel mensen die dat niet hebben. Ja, maar ja. Soms wel, soms niet, hè? Wat doe je? Oh, wat leuk. Stop! Stop, niet doen, nee. Ga maar spelen. Ja. Spelen. Ik moet dus verplicht op de PlayStation spelen. Nee, sorry. Laat los, ik moet hem uitdrukken. Ik moet de camera uitdrukken, kom. Komt die 3, 2, 1? Nee. Hoe weet je dat ik die camera in mijn handen had? Ik wou heel laten schrikken. Ik stond hier zo heel stiekem zo in het hoekje. Ik had daar een paar keer zo gedaan. En ik denk, kan je filmen? Ik weet niet waarom, maar... Kan jij filmen? Is het ja, ik had helemaal niet verwacht dat je zou filmen, maar... Toch wel. Ik wilde even laten zien dat wij heerlijke monsjoetaart gaan eten. Oei, oei, oei. Wil je grote of kleine stuk? Kleine natuurlijk. Dat dacht ik al. Wat vervelend. Zo smikkelen hoor. Zo, zeker.
Eet smakelijk. Oh, eet smakelijk, schatje. Je de beste. Jij ook, hè, schatje. Ik heb een spel gekocht voor 2 euro. En het is een kikker die springt over een soort van veld. En ik heb Myron serieus zover gekregen om gewoon te spelen. Myron wordt een gamer. Hey, ik heb een recordje. Ja, je hebt 60 meter al gehaald in de map. Kijk hoe super geniaal dit is. Nee! Oh, ja, game over. Hey, je hebt wel een high score, hoor. Ja, dat is wel goed, hè. Nog een keer. Is leuk, hè? Ja, is leuk. Dat was het goedkoopste spelletje wat ik tot nu toe heb gekocht. 2 euro. Ja, maar het is wel geniaal. Het werkt wel goed, eigenlijk. Ja, het werkt wel goed. Kijk maar, we gaan. Hier, ze hebben muntjes aan het verzamelen uit de kist. Ja, verder. Ho. Oh, ik sprong. Oh, dood. En weer verder. Ho, pijl in je kont. Ja. Snel. Ho, en dood. Je wilt te snel. Ja. Je kreeg 2 keer bijna een pijl in je reet. Ik denk dan, ik kan er nog wel voor langs, maar hij reageert best wel langzaam. Pas op die pijl weer. Is zo mooi. Oh, ja, weer een pijl in je kop. Ik dacht, ik ga naar het muntje toe, maar oh, die is daar. Oh, schatje, je bent zo mooi. Oh, pijl weer. En nu door het groen. Oh, oh, kom op, schat. Kom op, ja. Oh. Pas op die pijl. Oh. Jij was met die pijlen, joh. Het ging net beter. Hé, hey, ik heb iets gedaan. Ja. Oh, kijk, we kunnen nieuwe dingen kopen. Koop die piggy. Ja, we hebben piggy gekocht. Kijk, kom op, schatje, jij kan dit. Ja. Ik had ook. Oh, die pijl was echt je grootste vijand. Ik had gehoopt dat hij een ander geluidje zou maken. Deze varken. Dat springen, maar helaas. Oh, het wordt nu wel lastig. Holy shit, rat. Oh, nee, nee. Oh. Ja, dat doe je netjes hoor. Oh, ga je een nieuw record halen? Kijk, nu komen de pijlen. Oh, dat doe je netjes weer. Wauw. Nee. Oh, in de fik, joh. Even weer die muntjes halen. Hup, hup. En de pijl. En de pijl. Oef. Oh, schatje. Pas toch op die pijlen, joh. Hé, hey, je hebt iets van een klok daar. Pak die. Ja, gaat alles in slow motion. Oh, gaat alles in slow motion? Oh, er komt ook een wolk. Daar mag je niet inkomen. Snel weg hier. Ja. Springt even 2 keer in het water. Doe jij maar even. We gaan heerlijk in Badje, dames en heren, met sushi. Badje is er helemaal klaar voor. Lekker. Film jezelf alsjeblieft. Je zit weer te grinnik achter die camera. Oh, hij stinkt ook zo erg. Het is echt erg. Gadverdamme. Fijne kerst. Oh, het komt gewoon door mijn mond. Ik heb mijn neus dicht en het komt gewoon door mijn mond. Dit was natuurlijk niet echt dit, dames en heren. Nou, echt wel. Dit was gewoon een sound effect. Dit was niet echt. Dit was wel echt. Oké, ik heb iets. Ik heb nog iets heel erg gezelligs voor in bed. Kijk wat ik heb meegenomen voor in bed. 30 seconds. Oh mijn god, heb je dat echt meegenomen? Ja. Alleen de zandloper. Dit is 30 seconden. Ja, dus 30 seconden gaat zo in. En dit zijn de kaartjes. Oh, je hebt dat gewoon meegenomen. Ja, tuurlijk. Het is 11 uur. We hebben echt geen shit gedaan vandaag. Het voelt eigenlijk een soort van... illegaal. Ja. Nee. Voelt heel verkeerd. Ik vind het wel fijn eigenlijk, want de afgelopen periode was zo enorm druk. Dat ja, dat is wel waar. Echt lekker was dat het vandaag gewoon echt een chill dagje was. En we hebben gewoon helemaal niks gedaan, waardoor ik me gewoon schuldig voel of zo. Ja, dat herken ik wel. Maar... dat is wel een beetje gek. Morgen kunnen we op pad gaan, maar eerst gaan we laten zien, schat, hoe wij in 30 seconden een kaartje goed hebben, ja? Is goed. Moet ik het doen of doe jij het? Ik ga het doen en dan moet jij het... antwoord geven. En dan gaan we kijken wie de meeste goed kan hebben, ja? Nee, we zijn een team. We zijn een team, dus we gaan kijken hoe goed we dit kunnen. Oh, ja. Oké, okay, klaar voor? Mm-hmm. Oké, 3, 2, 1. Oké, ik maak geen filmpje, maar een... video. Nee. Foto.
Wat spuit ik op de muur is illegaal? Preventief. Ja. Even kijken. Stel voor iemand die is op zoek naar iets. De politie is op zoek naar iets. Dan, ja. Dan loven ze een beloning uit voor de... Ze loven een beloning uit als jij iets geeft aan hun. Oh. Geef je aan hun de... De tip. Ja, de tip. Juist. Als je iets studeert en het is moeilijk en het gaat... Ja, psychologie. Oh, als je iets studeert en het is moeilijk. Ja, psychologie. En herenhuis. Dit was een moeilijk kaartje. Oh, valt mee. Doe jij eens even één. 3, 2, 1. Gisteren waren we met de hele... Familie. Ja, dit is een insect en die zit dan in de hoeken in de kamer meestal. Spin. Ja, en hoe heet het waar die in zit? Spinnenweb. Ja. Als je niet eerlijk bent, dan ben je iemand leugenaar, aan het... Leugenaar, bedriegen. Juist. Hier was Milan geweest, eergisteren. De ja, markt, ja. De velmarkt. Nee, het is een klein beestje. Een luis. Nee, wel bijna dat. Markt en dan daarvoor. Oh ja, wat voor soort markt? Stofmarkt. Wat is het? Vlooienmarkt. Oh, we gingen wel goed. Ja, we gingen heel goed. Maar ik weet niet wat keltje zuur is. Oh, dat weet ik ook niet. Oh, jij wel. Oh, tuurlijk wel. Een keltje zuur in de boerenkool. Oh, fantastisch. Heerlijk. Nog een keer? We gaan door tot we alle 5 goed hebben, ja? Ja, we gaan inderdaad net zo lang door tot we alle 5 goed hebben. 3, 2, 1. Oké, ik zeg iets en jij moet lachen. Wat is dat? Grap. Ja. Je hebt iets, dat eet elke Hollander, het is geel. Boerenkool. Nee, bij het ontbijt, op je brood. Boter. En het is geel. Kaas. Ja, alleen wat voor? Kaas? Hupplepup kaas. Smeerkaas. Nee, dingenkaas. Kom op, schat. De kaas. Nee, doe nou even. Jongenkaas. Nee, nee. Gewoon die hupplepup kaas. Zaanse kaas. Nee. Graanlander. Nee. Goudse kaas. Nee. Belegen kaas. Ja, dat is wel een soort van oude kaas. Ja, maar ja, er staat belegen kaas. Doe jij maar een kaartje, jij bent hier bezig. Ik heb bijna elke soort kaas opgenoemd. Ja, dat vond ik wel knap. Als het spelletje was, noem de meeste kaas op, dan had je gewonnen, ja. Ik draai me om. Jij bent hier veel beter in. Nou... Dat vind ik wel. Marvin is veel slimmer hierin. 1, 2, 3. Jij zit in de studio vaak op de... Computer. Ja. Als je heel erg van andermans leven houdt, dan koop je zo'n magazine en dat is een... Tijdschrift. Ja, maar als je van andermans leven houdt, zeg maar, als je dat interessant vindt om andermans in... Een roddelblad. Juist. En vroeger, dat is de... De geschiedenis. Juist. En als je een check ding hebt van dingen die je allemaal nog wil doen, heet dat to-do een... To-do list. Nee. Checklist. Een, nee. Wat je allemaal wil doen, ooit. Tijdsom. Bucketlist. Oh, bucketlist. Oh, wel sterk weer. Goed gevonden, schat. Check ding. Weet je, ik film jou een keertje. Als je zo'n check ding hebt. Check ding. Ik film jou een keertje. 3, 2, 1. Ik zit op de fiets en het is geel en ik eet het graag op. Banaan. Ja. Als ik uitbetaald krijg, dan noem ik dat. Wat ik verdien, dat is mijn... Salaris. Ja. En Toby, Daan en Jeppe, FOMO. Nee, die doen aan... Als presenteren. Ze, ja, maar wat doen ze op... YouTube? Nee, op reis, als ze op reis gaan. Filmen. Ja, maar hoe heet dat beroep? Als je iets doet. Als je dat doet, wat zij doen. Wat doet Kosovo als hij heel sterk is? Stop wel langer. Wat denk je dat Kosovo doet als hij heel sterk is? Poepen. Nee. Weet je niet? Bodybuilder. Ja, journalistiek. Oh. Nou, dat moet je toch weten. Ja, dat had ik wel moeten weten, ja. 3, 2, 1. Dit is iets wat glimt in een ring. Een diamant? Ja. Dit is, vroeger deed je dit heel veel. Dat was zo'n app, zo'n blauwe. Dan postte je een... Nee, een blauwe... Een story. Nee. Facebook. Nee. Een post. Ja, een blauwe, een vogeltje. Een tweet. Een ja, Twitter. Tweet, ja. Tweet. Als je zeg maar vast iets doet in de ochtend, dan heet het een routine. Ochtend. Ja. Als je. Waarom ga je nou lachen in één keer? We hadden nog tijd. Nu is het pas als je buiten de groep valt en je bent een dier, dan ben je het. Ja, zwarte schaap. Juist! Waarom ga je niet door? Hadden we nog eentje moeten doen. Filosofie had ik ook nog. Schatje, zal ik nog een keertje eentje doen? Ja, zie je, bent wel goed in die woorden. Is die groene kant makkelijker misschien? Ik heb alleen maar paars gehad nu. Geen idee. Ik ga nu groen. 3, 2, 1.
Als je bent een boek aan het... Schrijven, lezen. Nee, ja. Dit hang je op de muur. Een foto, een lijst, een schilderij. Verder. Vroeger dan had je dit in een magazine en dan had je daar een mooie... Die hing je dan op de muur. Oh ja, een poster. Van welke groente word je heel sterk? Spinazie. Ja. Als iets niet nieuw is, maar... Oud. Nee, dan koop je het. Als het van iemand... Juist. En een heel net pak noem je ook wel een... Smoking. We hadden er vier. Nog een keer? Ja, nog een keer. Je doet het wel goed hoor, schat. 3, 2, 1. Dit doe je met een bal. Dan ging je zo gooien op volleybal. De... Volleybal. Nee, gooien op de buiten, op straat. Oh. Waar je parkeert. Dan, dat was zo'n spel. Gooi op de, met een bal. En dan moet je zo wegrennen. Nou, ik doe een handenkaartje. De stoep. Hoe heette dat dan? Stoepranden. Oh ja, op de rand van de stoep. Juist. Maar dat mag je niet zeggen. Nee. Stoeprand. Ik zie er ook verwilderd uit trouwens, maar maakt niet uit. Maakt niks uit. 3, 2, 1. Voetbal is een... Sport. Juist. Als je allemaal aardbei, banaan, dingen in een schaal gooit, dan is dat een... Fruitschaal. Ja, bijna. Iets fruitschotel, groentefruit. Fruit. En dan... Schotels, schaal. Tonijn, puntje. Salade, ja, fruitsalade. Juist. Wij zijn heel veel bij elkaar, dat zeg ik ook wel. Wij liefde, zijn, vrienden. Wij zijn voor het leven. Zoveel bij elkaar. Love dus you to the moon and back. Altijd. Best friends, forever. 24-7. Forever, love you forever. Goeie. Schatje. I love you, babe. Forever, till the moon and back. Nog een keer, doe de achterkant. Ja, dat heb ik nog niet gezien. Ja, is goed. 3, 2, 1. Dit vind je heel lekker met stroop en poedersuiker. Pannenkoeken. Niet positief, maar... Negatief. Niet oud, maar... Jong. Nee. Jong. Als iets van deze tijd is, dan is het heel... Nieuw. Heel... Dit stopt vers. Je oor om... Oh, daar heb ik al oor gezegd. Om bezig te horen. Gehoor. Deze heb je wel een beetje verpest. Modern. Want ook positief zit ook in negatief. Ja, klopt. Tief. Zal ik er eens eentje doen? Nee, nog één. Dan mag jij weer. Ja? Oké. Okay. 3, 2, 1. Nu gaan we goed hebben. Hier heb je een foto van gemaakt op het dakterras. Zag je dat zo mooi? Regenboog. Ja. Als je als iets te zacht staat, dan doe je dit omhoog. Volume. Ja. Dit is als je moet stoppen voor de trein. Hoe heet dat stuk? Perron. Ja, nee, de stop voor de trein met de auto. Een stoplicht. Nee. Als je alles lukt... Oh, alles eet. Zebrapad. Benen. Alles eten. Je bent het niet meer helemaal. Spoorwegovergang. Oh nee, ja, makkelijk. Als je moet stoppen voor de trein, wat is dat? Ja, spoorwegovergang. Maar ik dacht dat je op het station stond. En ik zeg wel met de auto. Dat hoorde ik niet. Lach eens. Okay. Dat hoorde ik serieus niet. 3, 2, 1. Oké, ik ga naar het strand. Wat doe ik aan? Zwembroek. Nee, aan mijn voeten. Slippers. Neem dan die nette sandalen. Ja. Wat doe ik in de oliebakken, bollen, schaal? Huh? Dat de ene wat speel je een bordspel met geld. Monopoly. Ja. Wat doe ik aan als ik met een boot op het water ga? Zwembroek. Nee, een zwemvest. Ja, maar dan als je in nood bent, dan ga je iemand reanimeren. Nee. Reddingsvest. Waarom doe ik zo ingewikkeld dingen uitleggen? Het is echt niet normaal. Oh, ik hoef mijn boot graag. Echt niet normaal. Ik heb azijn. Ja. Doe je dat in oliebollen? Nee. Oké, nou, top. En achtergrondmuziek. Nou, dat heb ik helemaal niet gelezen. Nee. Oké, komt hier een nieuwe, ja? 3, 2, 1. Oh, verkeerd om. Ja. Niet zomer, niet winter, maar iets anders. Lente. Ja, goed. Als ik een hele grote vocabulaire heb, dan heb ik een hele brede. Algemene kennis. Nee, een hele brede. Woordenschat. Juist. Je hebt de pump up the jam. Maar wat voor soort? Wat voor soort jam? Hupplepuff jam. Noem even op. Aardbeienjam. Nee, andere. Frambozenjam. Nee, kom op. Kom op. Nee. Door. Afrikozenjam. Ja. En wat is Harry Potter met die cape? Stop. Ja. Sneller. Pump up the jam. Je moet sneller, schat. Oké, 3, 2, 1.
Wat ben ik niet meer, maar was het wel. Je wordt een kleuter, peuter en dan... Twintiger. En dan puber en dan... Tiener. Juist. Je gaat op zee, ga je vissen en dan vang je miljoenen van één vis. Dat zijn heel veel van die kleine. Sardientjes. Juist. Wat heb ik? Ik ben ondernemer, dus ik heb een... Eigen bedrijf. Ja. En je hebt een, niet een nieuwe, maar een... Oude. Ja, en wat als er iets in de fik staat, staat het in? Brand, is... oude brand. Nee. Stom. Oude brand. Ja. Oude vlam. In vuur en? Ja, dat is turquoise, had ik ook. Wat is dat? Turquoise. Turquoise. Ja, staat er toch? Kijk dan. Het is een Frans woord. Is dat turquoise? Oh, het staat wel raar. Ja, turquoise schrijf je anders. Er staat T-U-K-O-O-I-S. Turquoise. Kijk, turquoise. Turquoise schrijf je wel anders. Dus het ligt niet aan mij, toch? Oké, doe jij weer eentje? Want dit gaat mij echt niet goed af. We moeten er vijf. We gaan allebei net zo lang door. Okay. 3, 2, 1. Als iets heel simpel is, dat is dat een... Makkelijk. In eenvoudig. Nee, je was met... Simpel. Makkelijk, korter. Mak. Mak. Alsof iemand dat ooit zegt. Makkie. Tijd is op, denk ik, of niet? Ik denk het wel. Nee, bijna. Ga door. Nee, ik ga de groene kant op. Mak. Oké, 3, 2, 1. Als je iets heel slechts hebt gedaan, ga je naar de... Gevangenis. Ja. Dit is een boek schrijven over jezelf. Hoe heet dat? Een zelfportret. Nee, een boek schrijven. Ja, filosofie. Dit is van de McDonald's. Dat is heel lekker. Het is van zo'n... Big Mac? Een McChicken. Ja, McNuggets. Maar dan een Kip 6. Kippertje. Maar deze is moeilijk. Kipburger. Wat was die zelfportret? Autobiografie. Oh, bijna. Ja, hij had hem bijna. Okay. Oh, ik ben hier zo knijterslecht. Ja, maar we gaan dit ook doen met derde kerstdag, hè. Dus dan moeten we nu alvast... Oh, dan is het opeens een wedstrijd. Nu is het ook een wedstrijd. Oké, 3, 2, 1, ja. Drenthe, Groningen, Utrecht. Provincies, ja. Noorden. Als je je hart aan iemand geeft, dan is het... Dan donor. Ja. Dit is het leukste moment van het jaar. Dat noem je ook wel het... Happy moment. Nee, het... Het feest. Niet diepte, maar... Hoogtepunt. Juist. Dit is wat je in Oostenrijk eet. Is van het platgeslagen vlees. Van hele grote plakken. Rosbief. Nee, van die plakken met friet. Biefstuk. Nee. Schnitzel. Ja, als je de knapste bent en je doet mee aan zo'n show. Stop. Kut! Een misverkiezing. Oh, je had hem bijna, schat. Zal ik er nog eentje doen? Nee, nu voel ik hem. Nu voel ik hem. Oké, nou doe maar dan. 3, 2, 1. Dit is het bot in je lichaam, dat noem je wel. Het hele gedeelte. Lichaamstelsel. Bot in je lichaam, bot in je lichaam. Stelsel. Nee. Skelet. Ja. Dit zijn van die ronde dingen in een pan. Van vlees. Dat doe je ook wel eens op je broodje. Burgertjes. Met mayo. Burgers. Lekker op een mayo. Hakballetjes. Juist. Hier kan je naar de sterren kijken. Het is dus een gyroscoop. Ja, kom op. Een microfoon. Nee, gyroscoop. Microscoop. Ja, microscoop. Ja, dat was hem. Nee. Wat is het dan? Telescoop. Gyroscoop, wat is dat? Weet ik veel. Oh man, ik ben er ook even niet. Ik lig er gewoon uit. Ik lig er gewoon uit. Als ik de hele dag niks doe en ik voel me gewoon niets nut, dan lig ik eruit. Ik ben niet scherp. Oh, daar ligt het aan. Ja, ben je klaar voor? Ja, ik wel. Even kijken. 3, 2, 1. Je hebt iets wat je gaat pakken, drinken, beneden, uiten. Koelkast. Ja, je hebt iemand neemt de telefoon op bij... receptionist. Ja. Je hebt iets wat je rookt, dat noem je. Tabak. Ja. En je hebt bij de kip 6 heb je barbecue, maar ook... Zoet, zure saus. Juist. En je, als je slaagt voor alles met 10... Dan ben je een topper. Nee, wat doe je dan op examen? Alles met een 10. Cum laude. Ja! Dat is hem en nu zijn wij cum laude.
Boom! Dat is alles hoger dan een 8 volgens mij. Oh, ik dacht alles met een 10. Je zit weer te schijten hier zo. Dat was sound effect. Je dacht ik lach er even overheen. Sukkeltje. Hey, maar dat... we hebben hem! En yeah! We hadden nog wel 10 seconden over. Nou, dat is overdreven. Maar je hebt het wel goed gedaan. En dan hoe mooi dat we met cum laude afsluiten. We gaan nu cum laude slapen. Nou, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Ik film even met mijn telefoon, want mijn camera is leeg. En de batterij die ligt in de studio. En omdat ik al niks heb gedaan, wil ik ook niet naar de studio lopen om een batterij te halen. Dus ik dacht, bekijk het maar. Ja, doei. Nee, even serieus. Dit was voor ons wel echt een hele bijzondere kerst. Want we hebben gewoon vandaag helemaal niks gedaan. En het, wat ik al zei, het voelt een beetje slecht. Maar hey, kerst is kerst. En we hebben een drukke periode gehad. Dus op zich moet ik hier wel van leren genieten. Maar dat vind ik gewoon heel moeilijk. Maar ik heb mijn best gedaan. Volgens mij vond je het hartstikke leuk vandaag, schatje. Ja, bedankt voor de cadeautjes. Jij ook bedankt voor de cadeautjes. Tasje gaan we even omruilen. En, Moet ik nog iets omruilen voor jou? Nee, en ik heb nog... morgen ga ik wel gamen, want ik heb allemaal gamespullen voor jou gekregen. Nee, wel grapje. Morgen hebben we het gezellig tweede kerstdag. En ik heb iets in mijn hoofd voor Mylen, wat ik nog toe kan voegen aan het lijstje van kerstcadeautjes. Dat wordt ook heel leuk. Hey, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie het genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.